ander merk tube van 8, 9 euro. En vaak zijn we ontevreden. Nou, ik kom met een serie van 4. De eerste, de blauwe, is voor mensen met moeie, branderige, jeukende, hete voeten, natte voeten, zweetvoeten. En mensen die heel veel wandelen tegen blaarvorming. U bent voorzitter van de Stibesta. Wat is dat voor een stichting? Dat is een stichting die staat voor de Stichting ter Bevordering van Standwerkers. En er zijn zo'n kleine 500 leden zijn daar lid van. En dat zijn standwerkers die eigenlijk door het hele land op markten, op beurzen te zien zijn. Waarbij ze op een meest humoristische wijze als woordkunstenaars de mensen met zich meenemen in een wereld die standwerken heet. En aan het eind van de rit een hele leuke theatershow geven. Waar ze op het eind van de rit ook nog met een tas cadeaus mee naar huis gaan. En wat je bij Joep van het Hek niet hebt. Want daar moet je gewoon je jas in de garderobe afrekenen. En ga je met lege handen naar huis. Hey mannen, probeer het nou. En heb je een slechte relatie? Doe het nou alsjeblieft. Deze? De vrouw is voor de charmes van de verkoper gevallen blijkbaar. Ik denk voor de verkoper, niet voor mij in ieder geval. Dus ik moet wel betalen. Ja, dat is de taak van de man. Hè? Ja. Wat heeft ze gekocht? Een nieuwe blikopener wou ze hebben. Ik zei, nou ja, dan koop je die maar. Kijk, hier hem erop. Boven zijn stukje vast. En ik heb hem. Ze lopen even in de frituur. 4 minuten op 180 graden. Dan wordt hij mooi bruin. Dan doet hij een beetje kruiden eroverheen. Een van de gemeenste vloeistoffen. Als we dat in de kleding gaan geven. En dan weet ik best. Wat of u nou gaat doen, mevrouw. Als nou vanavond je man eens thuis gaat komen. En hij heeft zo'n vlek in zijn hand. Weet je wat je dan denkt? Wat gooi je weg? Die vent of dat hen? Allebei. Misschien beide. Wilt je hem dan wel in de groene ton houden, mevrouw? Want ze zijn biologisch afbreekbaar. Wij letten op 3 elementen. Dat is originaliteit, overtuigingskracht en woordkeus. En dat eerste betekent, zit het verhaal goed in elkaar? Overtuiging betekent, brengen ze het leuk? Ben je eigenlijk zelf zover om het te kopen? En dan ja, het totaal van hoeveel mensen kunnen ze overtuigen? De eerste prijs is voor John Gunther! Nou, we hebben hier vanmiddag even rondgelopen en de mensen die hier meededen aan het standwerkscours waren wel heel erg goed en die hebben heel erg goed hun best gedaan. Maar wij verkopen natuurlijk al een jaar lang de gemeente Ede en daar zijn wij na een jaar best goed in geworden volgens mij, toch? Ja, Ede is natuurlijk de beste plek om te wonen, de beste plek om te verblijven en te leven, de te leukste werken. Plek natuurlijk in de Heidelijk. Weet je wat je gaat doen? Je leent een duik in de naaikist. Pak de schaar. Knip die mouw eraf, je gooit de vlek in de vullerzak, opgelost. Is de inktvlek inmiddels uit uw mouw? Ja hoor, die is eruit. Ja hoor, want anders zouden de mensen denken van ja, maar zo kan ik het ook, hè? Dat is wel een hele grote vlek. Eerlijk, hè? Ik ben ook, ze noemen mij ook Miss Picky. Ik ben gewoon een vies varken.